We gaan een bonensoep maken van die grote boeren witte tenen. Dat straks wel laten zien. Het eerste werk dus is bouillon trekken. Bouillon, wat betekent dat? Hebben we vlees nodig. Noem boulie. Wat is boulie? Soepvlees. Maar dat moet van goede kwaliteit zijn. Want om een goede bouillon te trekken, moet je goed vlees hebben. Daar beginnen we mee. We gaan voor 6 personen koken. Dat is een stukje van 1 kilo. We gaan een ruime pot nemen. We gaan er water in doen. Een bouillon opzetten, dat is altijd in 2 stappen. We gaan eerst het vlees gewoon in water opzetten met een klein beetje zout. En dat laten koken. Voilà, dat is echt voldoende. We gaan er wat zout in doen. En tijd terwijl kunnen we al onze groenten voorbereiden voor onze bouillon te maken. Dus nog niet voor onze soep, maar voor onze bouillon. Wat gaan we daarmee gebruiken? Uiteraard niet de mooiste en niet de beste stukken van onze groenten. Want die gaan we gebruiken voor in de soep. Dus we gaan van onze prei bijvoorbeeld. Dat hebben we nodig voor onze soep. Dat groen van die prei, dat kunnen we gebruiken voor onze bouillon. We hebben worteltjes. We gaan daar gewoon dat lof van die worteltjes gaan we er ook bij doen. We gaan de ajuin nemen. We gaan onze ajuin gewoon in 2 snijden. Voilà. Dat zijn de groentjes. We gaan er wat kruiden bij doen. Dit is een keukentermen, een bouquet garni. Wat is dat? Laurier. En wat tijm, gewoon met een korkje vastgebonden. Meer is dat niet. Oké, het is de moment. We gaan dat erin leggen en we gaan dat gewoon net laten koken. En dan zul je zien, dan komen daar onzuiverheden op. Dus, opzakje, daarin. Dan is ons vlees proper, ons groenten ook. Hè. Dus ik snij die prei nog eens in 2. Waarom? Hier tussenin zit ik al zand, dat dat allemaal open komt. Goed, dan gaan we deze wassen allemaal. Dat zijn allemaal van die belangrijke dingen, dat er van die groenten dus ook niks verloren gaat. Voilà. Al die groenten zijn proper en net gewassen. Voilà, ik leg die gewoon op mijn plank. Ik zal wel een stukje koor hebben, denk ik. Voilà, perfect. Gewoon koort. Steek dat stukje tussen die tanden. Pak dat gewoon vast. Hup. Hup. Draai dat om. Voilà. En nu gaan we dat dubbele knoop erin. Voilà. Hetgeen dat ik in mijn mond gehad heb, gaan we eraf snijden. Voilà. En dat ligt dan ook klaar. Proper gewassen. Met een ajuin. Voilà. Je ziet, in tussentijd kookt dat. En je ziet nu zelf ook al dat daar van bovenop, ja, zoals smurrie komt opdrijven eigenlijk. En dat moet er net af. We gaan dat van het vuur afnemen. Voilà. En we zetten dat in de gootsteen. Altijd voorzichtig zijn. En dan gaan we gewoon dat kokend water weggieten. En dan laten we de koude waterkraan erop los. We halen dat vlees er gewoon uit. We gaan dat goed proper wrijven. Voilà, dat dat netjes is. We leggen dat even opzij. Uiteraard onze pot. Die gaan we ook zuiver maken. Voilà. Gaan we die terug opvullen met koud water. Zo net dezelfde hoeveelheid. Dat we voor ons 5 man die hem aan tafel hebben. Net genoeg soep hebben. Voilà. Oké. Terug op ons groot vuur. We laten dat weer even opstaan. We gaan ons proper gewassen vlees, onze boulie, erin leggen. Toch weer een beetje zout, hè, want alles is gespoeld, alles is weg. Niet te veel zout, we kunnen altijd daarna onze soep afproeven. En ons kruidenboeketje, dat mag erin. En dan onze geschilde ajuin en ons groenteboeket. Voilà. Oké. We moeten het nu laten koken en vanaf dat kookt, moeten we het stilletjes laten pruttelen. Toch wel bijna 3 uur, 2 uur en een beetje. Dat hangt er een beetje van die embolie. Maar
Je hebt er geen werk aan, hè? Je moet er niks meer aan doen. Dit is de basis. Dat is de bouillon waar we de soep van gaan maken. En nu ga ik aan de soep beginnen. En de hoofdrolspeler in de soep zijn boerentenen. Dus dit zijn verse witte bonen. Belangrijk is, je ziet, dat begint nu echt te koken. Dat is niet de bedoeling. Het moet trekken eigenlijk. Dus wat moeten we dan doen? We moeten ons vuur gewoon lager zetten. Bonensoep is een witte soep. Wat betekent een witte soep? Dat we eigenlijk ook witte groenten moeten gebruiken. Dus we gaan naar wit van prei en we gaan naar ajuin. Dus dat is de prei die we de blaren in onze bouillon gedaan hebben. We gaan die eigenlijk gewoon zo los in twee snijden. Voilà. We gaan gewoon die ajuin snijden in grove stukken, want die gaat allemaal verdwijnen. Voilà, ik snijd die eerst in drie en dan hop, hop. Voilà, en dan onze prei. Ook in grove stukken. Voilà. Zullen we onze groentjes eens klaarzetten ook. Alles is klaar voor onze soep. Onze bonen, onze groenten, onze bouillon is onttrekken, wat boter. Ik heb die gerookte paling in de ijskas. Dus het is nu even geduld. Wachten tot mijn bouillon klaar is. Ons vlees. Wat is de truc? Is dat klaar of is dat niet klaar? Je draait dat om en dat schuift zo. Hop, van uw vork steken dat uw bouillon klaar is. Een truc van onze groenten, die we opgebonden hebben. Nu zie je hoe praktisch dat is. We laten het even uitlekken. Voilà, we leggen dat erbij in. Onze ajuin eruit. Deze bouillon, niet weggooien. Hè. Fantastisch lekker. Hè. Een goede bouillonsalade maken. Fantastisch, hè. Met een boterham. Dus dat is nog eens een maaltijd. Hè. We gaan wat boter gebruiken. Gewoon lekker goede boter. Hop. Mag niet kleuren. En dan onze gewassen groenten. Onze ajuin, onze prei erin. Witte groenten, witte soep. We laten het even zweten. Dus dat is de groenten stoven eigenlijk betekent dat. Je ziet dat ook, maar dan worden die allemaal zo wat glazig. Voilà, dat is oké. Geen aardappelen, geen bloem, want bonen, witte bonen, deze boerenteen, dat is meelachtig. Dus dat gaat eigenlijk de dikte van onze soep bepalen. Je er gewoon maar in. Een puntzeef of een ander zeef. Ik ga die er even in steken. En hup, onze lekkere bouillon. Voilà. Ik kan er een klein beetje zout bij doen al zo. Maar, voilà. Oké. Dan moeten we nu gewoon laten koken tot wanneer onze bonen gaar zijn. Maar moeten we ons echt niks van aantrekken. Ons soep is klaar. Nu de soep. Mag niet vergeten daar wat witte bonen uit te halen. Voilà, de boontjes die ik eruit haal, die ga ik mee in het bord dresseren. Samen met de gerookte paling. Als garnituur eigenlijk. Hè. Voilà. We gaan er ook een klein beetje toch van onze bouillon op doen. Waarom? Anders gaan die drogen. En als dat droogt, gaat dat fel springen. Dus we gaan dat er een beetje zoest onder zetten. Voilà. Dat is ons garnituur voor de soep. En nu gaan we ons soep mixen. Het wordt zo wat langer ook cremiger. Hè? Zalig, hè? Als je zo de stukjes in een soep niet lekker vindt, dan kun je dat altijd nog even door een puntzeef passeren of zo. Maar van mij mag er nog wel een beetje structuur in blijven. Oké. Altijd goed opletten als je een soep gemixt hebt. Altijd de soep terug laten opkoken. Waarom? Omdat je door dat draaien en door het mixen
daar lucht onder gebracht hebt. En die lucht die kan je soep bederven eigenlijk. Dus altijd terug even opkoken. En het is natuurlijk ook de moment nu om te gaan proeven, hè, of dat er zout genoeg is, peper genoeg in zit. Kijk eens, jong, fluweelachtig. Een beetje peper mag zeker. Het is altijd best dat je zo'n dingen op het einde kruidt. Want ik heb ook al een bouillon gekruid. Dat is toch al wat verdampt ingekookt. Dus dat zou misschien al een beetje te zout kunnen zijn. Daarom altijd op het laatste even nakijken. Maar in dit geval mag het er allemaal bij. Oké. Echt een super soepje, hè. Voilà, mannen, dat is dingen. Gerookte paling Oosterschelde. Dat gaat zien, dat is met boerentenen. Ken je dat, boerentenen? Nee, eigenlijk niet. Dan gaan we dat nu leren, hè. Alsjeblieft.